is een overstort en waarom wordt het gebouwd? Een overstort, zoals je er hier achter mij eentje kan zien, is een opening in een gemengd rioleringsstelsel dat overtollig water, zowel regenwater als afvalwater, kan afvoeren bij langdurige en hevige regenval. Dat mengsel van regenwater en afvalwater komt dan terecht in een nabijgelegen waterloop. Waarvoor dient zo'n overstort dan? Wel, dat zorgt ervoor dat tijdens lange en hevige regenval geen straten of huizen onder water komen te staan. En er dus ook geen gezondheidsrisico's zijn van het onbehandeld afvalwater dat zo vrijkomt. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat die overstorten zo weinig mogelijk in werking treden. Want als ze in werking treden, komt ongezuiverd afvalwater in onze waterlopen terecht. En dat willen we natuurlijk vermijden.